1, 2, 3 en nog een vier. de poot. Bioloog Wim Bos heeft al heel wat vogels in zijn leven gezien. Maar de vondst van een meeuw met vier poten noemt hij uiterst opmerkelijk en uniek. Hoe vaak is het nou in Nederland voorgekomen dat er een vierpotige meeuw is gevonden? Ik denk dat dit de eerste is. De verzwakte viervoeter werd gevonden in Zandvoort. En moest worden ingeslapen door het vogelhospitaal. Inmiddels ligt het dier in de vriezer van het Pieter Vermeulen Museum, waar ook Wim zijn ogen uitkijkt. Hoe opmerkelijk is dit? Uh, heel erg opmerkelijk, want het uh, is de eerste meeuw met vier poten die we hebben. En uh, ja, de tweede uh, vogel met vier poten van dit jaar. Want nog geen vijf maanden geleden werd deze vreemde eend binnengebracht: een eend met jawel vier poten. Hoe verklaar je dat? Dat kan ik niet verklaren. Ja, een raadsel van de natuur. Er gaan natuurlijk altijd uh, dingen fout in de natuur. Maar meestal uh, gaat die dan wel of in het ei uh, dood. Of uh, als het zoogdier is, uh, wordt het een miskraam. De eens met vier poten wordt inmiddels opgezet. Ja. Wat gebeurt er nou met deze meel? Deze zal waarschijnlijk ook opgezet worden. En dan in het rariteitenkabinet past er uh, prima bij. Het wordt een bond gezelschap hier. Ja, <laughs> zeker.